vroeger, toen het ging regenen, dan ging ik eigenlijk altijd naar buiten. En dan ging ik altijd even een rondje lopen. En alsof je een soort van cocon terecht kwam waar eigenlijk dan iedereen uitging en waar je dan in kon stappen. Ja. Alsof je even een soort van omarmd werd door het natuurlijke verschijnsel eigenlijk. Ja. Ik ben begonnen met een machine eigenlijk, waarmee je door middel van magnetische kracht meubels kan laten groeien als het ware. Nou, dat kwam voort uit fascinatie voor natuurlijke krachten, maar ook was ik aan het kijken of ik een manier kon vinden waarop ik kon ontwerpen zonder dat ik daar zelf al te veel invloed op had als mens. Maar ja, dan toch op zoek naar soort van waar ligt dan de grens tussen het bepalen van de omstandigheden door een mens en in samenwerking met die natuurlijke kracht dan. En uiteindelijk heb ik dus heel veel krachten onderzocht. Dus zwaartekracht, statische energie, luchtdruk, licht, warmte, alles wat een soort van vormende werking heeft op een materiaal. Maar wat wel normaal onzichtbaar is, maar door materiaal tot uiting komt. En magnetisme was eigenlijk de meest spectaculaire van alle. Dus zo ben ik daar een beetje mee begonnen met hele kleine testjes en toen heb ik het echt opgeschaald naar een heel groot apparaat met hele zware magneten en heel veel metaalpoeder te vermengen door een kunststof. En toen konden we daar dus stoeltjes mee laten groeien. Ja, dus dat zie je hier. Dus ik zeg het groeien omdat het als het ware naar de magneet toe groeit. Dus er wordt eigenlijk op de kop gemaakt. Dus het is een soort pan met magnetische soep erin en dan als je er dus een magneet boven houdt, dan wil dat materiaal naar die magneet toe groeien. Dus die poten die groeien als het ware uit die pan. En die vormen die je ziet, die zijn eigenlijk wel in een paar seconden dus, zo gemaakt. Zoiets zou ik zelf nooit zo snel kunnen verzinnen, zo complex. En elke keer als ik dit doe, heeft het een totaal andere vorm, omdat magnetische velden altijd veranderen. In de loop der tijd zijn er eigenlijk steeds meer van dat soort technieken bijgekomen. Ik doe heel veel met water, dus met wind hebben we inmiddels ook projecten gedaan met het architectenbureau. Met warmte. Dus de palet van natuurlijke krachten heeft zich uitgebreid. Maar ik ben eigenlijk een beetje blijven hangen in die vreemde omgevingen. Dus je kan het magnetisme zien als een extreme omgeving. Dus daar heb ik eigenlijk een project van gemaakt om themaproject als het ware. Dat heet dan Odd Environments, dus vreemde omgevingen. En zo ben ik terechtgekomen in een tropische omgeving. En met het idee, het is helemaal niet heel gek om te bedenken dat steden als Amsterdam of Rotterdam ooit veranderen in tropische omstandigheden. Het is niet per se direct een hele grote oplossing, maar het gaat meer over het zoeken naar een esthetiek of een esthetische manier van omgaan met dat probleem. Ja. In de tentoonstelling in Tropic City, die in het Boijmans Museum te zien is, hebben we eigenlijk voornamelijk gefocust op water. Extreem veel water af en toe en ook droge periodes. Dus het idee van water komt naar beneden, moeten we opvangen, maar ook opslaan. Kan het opslaan bijvoorbeeld ook op een visueel interessantere manier dan dat je het in een onderwaterbassin stopt en dat het dan weer uitkomt. Dus met dat idee zijn alle objecten die je in die tentoonstelling ziet ontwikkeld. Dat zijn een soort trappetjes als het ware waar dat water dan naar beneden drupt. En als dat vol is dan laat hij het weer gaan. Een soort kleine springplankjes. Daar is het idee ontstaan dat het eigenlijk heel tof zou zijn als je dus water kan integreren in je interieur of in gebouwen. Dus als het dan regent dat het binnen de muren naar beneden stroomt in plaats van dat het buiten langs gaat in de regenpijp en gelijk verdwijnt in de goot. Zo zijn we dan bijvoorbeeld terechtgekomen in buisjes waar dan water in opgezogen kan worden. Dus, hier zijn we dan proberen een soort lamp van te maken. Met diezelfde techniek eigenlijk. Ja, dus het is als het ware een circulair systeem waar dan op één plek het water erin gaat. En als het eenmaal in zit, wordt het helemaal rondgepompt. En als het weer losgelaten wordt, dan gaat het er weer uit. Dus dat is één kraantje als het ware. Het gaat mij er puur om dat je door dat water gefascineerd raakt. Ja, ik vind water heel mooi. Druppels en
Hier kan je dan naar kijken hoe dat water loopt. En op die manier dat het water meer onderdeel wordt van onze leefomgeving. Ja. Los van of het gaat gebeuren of niet, dat maakt me in die zin brand ik mijn vingers daar niet aan. Maar ik vind gewoon het interessant om het om te draaien. En ja, dat idee te gebruiken als inspiratie. Want het is een heel. Het is een vrij extreem iets en het helpt altijd om, ja, om totaal nieuwe dingen te verzinnen eigenlijk. Dus dan kan je al gelijk nou ja, een beetje zo van nadenken, oké, het gaat gebeuren in die omstandigheden. Dan als we daar iets voor kunnen ontwikkelen bij wijze van spreken, dan is dat een heel andere benadering dan dat we zullen we zeggen, nu deden met de hakken in het zand staan en proberen alles zoveel mogelijk tegen te houden. En dat het allemaal heel erg is en verschrikkelijk, wat het waarschijnlijk ook is. Maar ja, probeer het meer speels als het ware met het onderwerp om te gaan. Ja.